De werkgroep Wijk en Buurt van de Tielse gemeenteraad zoekt de beste buurt- en wijkideeën van Tiel. Op zaterdag 27 juni zette de werkgroep de beste bestaande initiatieven uit buurten, wijken en dorpen in het zonnetje. En presenteerde deze aan andere Tielse inwoners tijdens een bijeenkomst 's middags op het Kalverbos. Tom van Oostrum, we staan hier op het Kalverbos. Er is hier van alles georganiseerd. Wat kun je daarover vertellen? Nou, eigenlijk heel veel, want het is een inspiratiemarkt. Dus allemaal leuke ideeën van in wijken en buurten. Die worden hier gepresenteerd. Bijvoorbeeld een aanschuiftafel waar mensen kunnen eten vanuit de buurt. Een initiatief voor tuintjes voor in de buurt. Sport voor ouderen. Ja, van alles eigenlijk. Heel leuk. En is er voldoende belangstelling? Ja, er is wel belangstelling. Maar hopelijk altijd bij meer mensen. Maar wat heel leuk is, echt mensen die komen, heb je echt goed gesprek mee. Die willen ook wat. Voorbeeld te noemen. Die aanschuiftafel heb ik net genoemd. Nou, er zijn toch al 4, 5 mensen die zeggen, nou, dat willen we eigenlijk in onze buurt ook organiseren. Dat geldt eigenlijk ook voor die geveltuintjes. Ik sta eigenlijk vooral ook voor de Burendag, dat is op 26 september. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan willen we eigenlijk, dat is eigenlijk een nationale dag. En dan willen we eigenlijk heel graag dat heel veel initiatieven in de buurt, bijvoorbeeld een barbecue, een opruimactie, een ontbijt, dat in de buurt wordt georganiseerd. Gewoon je eigen straat. En dat is vooral bedoeld om dat je goed elkaar leert kennen in de buurt. En als je elkaar weet te vinden, zullen we zeggen, is er wat aan de hand. Ja, dus het gaat allemaal veel makkelijker. Dus dat is eigenlijk het idee van de Burendag. En we hopen gewoon dat heel veel mensen daar mee gaan doen. Frederik Bennis, in welke hoedanigheid sta jij hier? Als een van de burgerinitiatiefnemers voor een veilige fietsverlichtingsactie. En hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit dat je bij de ANWB kan opgeven dat je een fietsverlichtingsactie kan doen. Voor een buurt, een vereniging, een sportvereniging of een school. En dan krijg je deze gereedschapkist en een checklist om fietsen te controleren. En een app waarin je kan zien hoe veilig het is of onveilig fietsen in de winter is. Hoe wordt het ontvangen? Nou, positief. Want we hebben vanmiddag al 4 nieuwe initiatiefleden gekregen. Die zeggen van ik wil het in mijn buurthuis gaan doen. Ik wil het op school gaan doen. Als zijnde ik adopteer dit initiatief. Een van de andere initiatiefnemers zijn de 4 openbare scholen in Passewaaij. Die hebben gezegd dit jaar we gaan in 1 keer alle fietsverlichting controleren van alle basisscholen. Gert de Graaf, ik zie hier een heel bijzonder initiatief, kastjes. Ja, wij hebben een jaar of 5 geleden zijn we begonnen met geveltuin in de binnenstad. Ik kom zelf uit Amsterdam, daar stikt het van de geveltuinen. Ik kom hier in Tiel wonen in de Gasthuisstraat. Geen enkel blaadje groen, alles steen. En ik dacht, we gaan geveltuintjes beginnen. Toen hebben we 4 geveltuintjes gemaakt voor de gevel van ons eigen huis, het oude schooltje. En de gemeente zei, wat is dat? Ik zeg, nou ja, zo en zo. Dat vonden ze eigenlijk wel een heel leuk initiatief. We hebben zo'n foldertje gemaakt, wat je het beste kunt planten. En zo zijn we in de buurt bekend geworden. We hebben nu 110 geveltuintjes aangelegd in de straat. En de omgeving pikt dat ook een beetje op. En op een gegeven moment was het van, ja, nou kopen mensen allemaal bij de intratuin en zo allemaal hun plantjes. Kunnen we niet iets verzinnen, zodat ze dat zelf kunnen kweken? Dus dan hebben we die kastjes, Gerra, mijn vriendin die daar staat, heeft die kastjes gemaakt, 2 kastjes nu. Er staat 1 op de Hoge Einde en 1 in de Gasthuisstraat. En zo'n kastje, wat gebeurt daar dan? Nou, dat is, het is een stalen ding, hij is ongeveer zo hoog. En er zit een bewegende raam in, het is eigenlijk een kweektuintje. En daar kan je dus dingen in zaaien en als de plantjes dan groot zijn, kan je ze in je eigen geveltuin plaatsen. Dat is het idee. Ja, en dan kan iedereen dan samen. Ja, mag je zelf doen als je zegt van nou ik wil Oost-Indische kers of zo. Dan plant je dat daar tot het gekweekt is en dan zet je het in je tuin aan. Prachtig burgerinitiatief dit. Ja, wij zijn van het positief denken. Iedereen in Tiel, vandaag ook weer 15 keer. Ja, er wordt gesloopt, er gaat stuk, gooien ze om enzovoort. Wij hebben iets van nou als het heel mooi is dan blijft het waarschijnlijk gewoon heel. Werkt ook tot nu toe zo? Dat werkt tot nu toe goed. Ja, dat was ook met de geveltuintjes. Iedereen zei ook dat slopen ze er allemaal uit. Het is 1 keer gebeurd in 4 jaar. Weet je wel, mensen houden het gewoon in ere. Zo hoort het ook, hè? Zo hoort het ook, ja. Themajaar is wijk en buurt dit jaar voor de gemeente Tiel. Wat kunnen jullie daarin betekenen? Ik denk heel veel, want we zijn al 3 jaar bezig met het Zo 60+. In Passewaaij is er niet zoveel. Nu komt dat allemaal een beetje op gang. En als nieuwe idee hebben wij een beweegtuin voor ouderen. En we hebben het Lingencollege daarvoor gevraagd om met het technasium het te onderzoeken. En die hebben het zo goed voor ons uitgeplozen dat wij in ieder geval de locatie weten. Het gaat er alleen om of de gemeente dat natuurlijk ja op zegt.
Maar dat Linger College heeft bedacht om dat naast het extra nest in Passewaaij te doen. Zodat we ook met Serenlo samen, voor de gehandicapten al daar, een samenwerkingsverband krijgen met ook de wijk. Zodat dat, die communicatie tussen elkaar ook meer verbroedert en helpt. Maar voornamelijk is het punt dat we dus willen bewegen het hele jaar door. Want voor ouderen die alleen thuis zijn, hebben ze misschien een uitje om daar naartoe te gaan. En dat gaat door een winter en zomer. En dat is een beetje onze bedoeling.